Supporters en spelers op één bus op weg naar Bergen. Het is David tegen Goliath. Het grote Bergen tegen het kleine Gembo. Ik hoop, maar ik weet het niet. Durf het niet zeggen. Je weet nooit. Je weet nooit. En die hoop is gegrond. Gembo kegelde de Antwerp Giants uit de beker en won de thuiswedstrijd van Bergen met 4 punten verschil. En met buschauffeur Rudy heeft Gembo nog niet verloren op verplaatsing. We moeten vlak starten. Dat wordt er niet meer krijgen. Ook de meegereisde supporters worden helemaal boven in de zaal gezet. Schandalig ook. Eén ding is duidelijk. Bergen neemt Gembo heel serieus. De bezoekers die krijgen 1 boodschap mee voor de wedstrijd. Ja, have some fun, hè. Dat blijft hetzelfde. Wat kan ik nu zeggen? Ik kan die jongens niet meer motiveren, want die zijn gemotiveerd om tegen zulke jongens te spelen. En plezier, dat hebben ze. Dat een derde stunt tegen een eerste klasser moeilijk gaat worden, wordt al vanaf het eerste kwart duidelijk. Wallace en bij uitbreiding de hele ploeg van Bergen is goed bij schot. Bij Gembo laten ze zien dat ze kunnen basketten, maar halfweg staat het 58-43. Tegen dit Bergen winnen is eigenlijk ondoenbaar. Het is vooral genieten. Dat is ook het plezier. Ik vind dat bangelijk. Daarvoor doe ik het. Om af en toe tegen zo'n helden van België te staan. Ja. Dat is zo. Gembo speelt opnieuw een zeer behoorlijke partij, maar het verliest met 106-85. Wat is nu het gevoel dat overheerst? Ja, het gevoel is contentement. Hè. Ik denk, we moeten niet lang over nadenken. Je moet gewoon blij zijn dat je deze hebt meegemaakt. Voor mij persoonlijk, die wedstrijd van zaterdag, die zal ik voor altijd onthouden. Dus ja, ik denk voor veel jongens is deze wel een unicum. Dat je met echt een wedstrijd mee inzet eigenlijk vandaag kunt spelen voor heel veel volk, toch tegen een eerste klasse, dat is sowieso een leuke ervaring. De coach is blij dat Gembo zich nu terug op de competitie kan focussen. Ben je nu eigenlijk blij dat het is afgelopen? Ja. Zoals de laatste keer dat gezegd, dit is, hé, dat brengt een enorme druk. En voor nog een statie verder te gaan, dan denk ik dat ik. Dan moet je keuzes maken. Dan denk ik dat we het kampioenschap helemaal konden dichtvouwen. Dan hadden we daar niet. Dan hadden we dat moeten opgeven. Dus, Al zien de supporters zo'n nieuw bekeravontuur wel zitten. Absoluut. Volgend jaar doen we zeker hetzelfde. Hè? En misschien nog beter. Wie weet. Het is mooi geweest, maar het sprookje stopt hier.